Zo, maar dat klinkt als een lekker glaasje. Nou, het glijdt er ook lekker in. Ik begin gewoon een beetje te gloeien van binnen. Ik gooi alles eruit. Ik hou alleen nog maar mijn muts en mijn... Waar ik ook een houweel mee nemen. Dat is toch wel handig. En deze is al bijna aan zijn eind. Ik neem ook nog even een extra zwaard mee. En die kist is gewoon een dikke zooi. Dat zou ik normaal gesproken echt niet kunnen hebben. Maar ik moet daar gewoon even van afstappen. Dat is misschien wel verstandig. En wat zie ik ook, dat wij een paddenstoel hebben. Ja, ik heb een paddenstoel Dat gevonden. is wel leuk, want dan kunnen we namelijk oneindig hoeveel paddenstoelen mee genereren. Namelijk met één boonwieltje. Nee, ik heb 13 biefstukken bij me. Dat vind ik ook niet handig. Ik ga er namelijk een wisse dood sterven. Ik zal er twee meenemen. Betrekt het nu alweer? Nee, toch? Nee, ik zie het gewoon niet goed. Ja, ik moet nog even een nacht Loop je slaap. mee? Loop je mee nog even naar een shocker? Moet ik alles wegdoen? Nou, ik zit te denken. We kunnen natuurlijk ook even een paddenstoel meenemen met wat boonmeel. En dan gewoon dat ding neergooien. Ik vind een plan. Hebben we nog boomje? Heb jij ook nog? Is nog Ik had wat? nu, ik had er eentje in de kist gedaan. En een Ik zat even wat paddenstoel. lampjes maken. Fakkeltjes, ja, doe dat. Doe dat. Dat is een goed idee. Hier, maar ga er ook 32. Ik doe ze in de kist. Oké, fijn. Fijn zeg. Ik zeg, gaan. Welke kant gaan we op? Wil ik die kant op gaan? Oh, ik dacht meer die kant. Nou, ik heb daar heel ver gekeken en ik zag nog niks. Oké. Anders zou ik die kant op lopen. Hoeveel hetzelfde geld is daar vlak achter de bomen in het dorpje? Dat zou leuk zijn. Dat zou ik leuk vinden. Ik wil die ijzeren mannetjes wel eens even zien. Het lekkere van het dorp is, het geeft ook een mooie, simpele plek om Te overnachten. te overnachten. Hadden we ook even een kompas kunnen maken. Oh, dat was een. Daar heb je redstone voor nodig. Zo, ik heb hier weer een gat in de grond. Oh, ik kan gewoon door. Oh, ik heb niet. Ik heb hem hier. Ik heb hem, naar mijn gevoel is dat meer nu dan Ik heb hier ook een enorm gat. normaal. Ik zie echt. Hey, ik val er ook in. Oh, nee. Nee, je valt er niet in. Je loopt er overheen. Oh, ik loop niet echt fijn verder of zo. Ik flits de hele tijd. Weet je wat? Zal ik hem even opnieuw starten? Ja, we zijn weer terug. Dat kunnen. Kwamen we vandaan? Wat slim. Slim dit. Ik ben even kwijt waar ik vandaan kwam. Welke kant? Ik kom zo aan, ik ga even een biertje halen. Kan ik er alweer in? Ik ben echt kwijt aan welke kant ik vandaan kwam. Ja, dat kan weer. Ik heb hem opnieuw gestart te serveren. Ik hoop dat het wat minder. Nou, kijk, de kant die je ook hebt, moet er waarschijnlijk op. Of niet? Dan zou ik zeggen deze kant. Oké. Nou, let's go. Bij mij moet je alles nog wel weer laden, want ik zie grote gaten. Hey, wat is dat? Wat? Daar. Ik zie niks. Waar ik nu naartoe loop. Ah ja. Lijkt wel een gebouwtje. Zo. Maar dan van zand gemaakt of zo. Zandsteen. Ja. Het ziet er heel grappig uit. Oh. Oh, wat is dat? Dat is een soort Water. oase. Punica oase. Meer niet. Nee, dat is het, denk ik.
Lekker huisje. Ja. Het is ook een eigenaardig gat dit. Ja, jij bent weer het zwarte schaap. Gaan we heen zwemmen? Ja, ik loop even die kant op. Ik zie daar alleen maar heel oninteressant, heel veel water. Nou, het is wel heel veel woestijn dit. Nou. Heel veel woestijn. Kan ik rennen? Ik kan rennen. Ik ga even lekker sprinten. Ben jij nog, hè? Waar ben jij ergens? Oh, je bent daar nog in het water. Ik ben rechts achter. Heel ver. Zijn we daar nog net geweest of is dat... Ja, daar komen we net vandaan, hè? Ja. Die kant. Ja, we gaan de boel natuurlijk nou nooit meer terugvinden. Nee, dat maakt ook niet uit, joh. Dan maar niet. Ja, nee, ik weet de coördinaten nog wel. Dus ik kan altijd nog wel weer terugvinden. Ja. Dat was iets met min 80 of min 40 of zo. Min 45, min 80, ja. 80. Is dat weer jungle? Oh, dan lopen we weer op een jungle af. Het is hier jungle en woestijn wat de klok slaat. Maar een dorpje. Homer. Het ziet er wel leuk uit, die jungle. Beetje wat meer met bergjes en zo erbij. Iets woester. Oh, leuk, ziet er goed uit. Loopt een beetje lekker op jouw ding. Zo, dit is echt gewoon, dit is echt leuk, hè? Ja, het loopt nou weer goed. Ik had net even een iets mindere periode, maar... Grappig. Ik loop er wel even omheen, maar dat heeft meer te maken met dat ik altijd het gevoel heb dat je het dorpje sneller vindt hier in de woestijn. Dat denk ik ook, ja. Dan in bossen en... soortgelijke dingen. Hé, hey, en dit vind ik ook leuk. Kijk eens. Dit is even tof. Een enorme bergpartij. En daar wil ik dan weer bovenop. Waarom? Omdat het kan. Om een fakkel te plaatsen. Om een fakkel te plaatsen. Nou, dan moeten we hem eerst een naam geven. Dan kunnen we daarna zeggen dat we hem beklommen hebben. Bedwongen, moet je toch zeggen? Bedwongen is het, ja. Is er ook ergens een ingang? Vanuit de westkant? Nou, daar ben ik altijd heel slecht in. Oh. Nou, ik denk niet dat we hier toch, naar boven komen. Het is qua belichting toch nog niet helemaal... Oeh, het ziet er wel leuk uit daarachter. Ik wil even kijken. Daarachter zie ik iets moois. Ik heb nu al het gevoel dat dat hele bouwen met dat huisje en die mijn maar een beetje moeten snel doorspoelen. Oh, dit is leuk. Waar ben je? Dit is gaaf. Beetje raar licht, maar het ziet er wel gaaf uit. Ben je boven? Ja, ik ben boven. Ik zie ook een koe. Dit is wel een, dit is wel een heel fraai gebiedje. Ik kom vanaf onderkant. Ik ben naar boven. Nu zie ik daar weer een berg waar ik bovenop wil. Jongen. Ja, ik kan er niks aan doen. Waar ben je sterker dan jij bent. Waar ben je dan? Waar ben jij dan? Ik ben de berg overgegaan. Ik sta bij koeien. Ik loop nu weer een beetje naar beneden, de vlakte op. De vlakte op? Ja, vlakte, ja. Over die berg. Gewoon die berg over, die we net hadden. Zie je ook heel veel van die... koeien. Nou, maar van die jack-o'-lanterns. Zie ik dat? Helemaal aan de overkant. Nee. Nou, ik sta nu echt in het midden. Als je boven het berg staat, kun je het wel zien, denk ik.
Ja, ik zie jou. Ik zie jou. Ik zie. Ik spring even. Oh, daar. Aan jouw linkerhand. Ja, kijk. Yes. Daar heb je al die lantaarns. Waar jij nu naar kijkt? Waar ik nu naar kijk met mijn zwart. Serieus? Ik zie jou echt heel klein, hè? Oh, oké. Ik kom naar je toe deze zomer. Het is wel gaaf hier, zeg. Mooie schaapjes. Dit is gewoon een hele... Dit ziet er allemaal heel gezellig uit hier. Ik vind het wel... Ik heb het gevoel dat het allemaal een stuk groter is geworden. Weidser, bedoel ik. Moet die bergen zien. Ik wil daar weer overheen. Want dat wil ik. Omdat het kan. Nu wil ik die berg op. En dan heb ik een donkerbruin vermoeden dat ik bovenaan een paddenstoel moet neergooien. Koeien zat trouwens. Dat wel ja. Ik ben benieuwd hoe hoog dit trouwens is. Ik denk dat je me dat binnen 3 seconden gaat mededelen. Ja, dat klopt. Het is hier, we zitten op 102. Nou, dan ben ik een beetje teleurgesteld. Dan denk je, het kan nog wel hoger. En dat zie ik ook, want ik zie in de vette jungle. En er zijn bomen die hoger zijn dan dit. Dus met de zon? Ja, die gaat nu onder. Dus ik ga gewoon eventjes hier een paddenstoel in de grond gooien. Mm-hmm. Heb jij nog iets aan... hoe heet het spul? Aarde of hout of zo? Heb je dat nog? Ik heb 3 aarde. Is dit het? Nee, dat komt niet. Dat komt nog wel of niet. Ja, ik zie het niet goed. Goed, er moet hier dus nu een paddenstoel uit de grond komen. Ik zie alleen maar de onderste stam. Ik ook. Nee, ik zie alleen maar een heel klein paddenstoeltje. Ja, haha, maar nu zie ik een hele grote paddenstoel. Ik zie een enorme grote paddenstoel. En daar gaan we nu mooi even in. Echt waar, ik zie helemaal geen grote paddenstoel. Ja, je moet even uit en in. Doe maar eens. Ik weet op de een of andere manier is er iets niet fris met die hele paddenstoelen toestand. Oh, mag maar een paddenstoel. Ja, dit is met een paddenstoel. Man, daar ben je een jaar high van. Echt waar. En dan wil ik gewoon op. En het is wel belangrijk om dat nu te doen ook, denk ik. Even naar wat fakkels. Aan de onderzijde. Kijk eens, ziet het er meteen een stuk mooier uit. Zo. En dan gaan we er even op. Ik klim gewoon met een partijtje. Oh, ik moet even iets verder. Hier. Je hebt geen trap. Nee, ik heb helemaal niks. Ik ben vrij leeg weggegaan. Maar ik geloof niet dat de creeper hier naartoe kan. Dan zou ik hem gewoon recht op zijn bek patsen. Precies. Zwaardeaanslag. Zo. Ik hoor wolven. Ik zie al een skelet. Waar? Op een berg daar. Mm. Het uitzicht is wel fraai hier. En dat is een creeper. Jo, je mag mij niet zien. Ik kan precies zien waar we geweest zijn. De fakkels die verlichten daar heel mooi die berg. Hey, hoe moet ik naar boven komen? Nou, gewoon zand onder je gooien. Ik heb het ook even wat weggegraven. Okay. En toen onder mij naar boven gegaan. Ja, doe dat. Precies. Volgens mij die onderste... Oh, dat is het haar niet weg. Ik denk dat dit een mooi moment is om er een puntje aan te zuigen. Ik vind het ook wel mooi. Er zit hier hoog en droog. Maar waarom hebben we daar fakkels geplaatst dan? Nou, er was een raar licht. Ik heb er wat fakkels in gegooid. Ah, okay. De belichting was in de vorige versie helemaal aan ze gehoord. En dat hebben ze gefixt. Maar het is hier en daar wel een beetje vreemd. Hé, maar het was mij een woest genoeg. Ja, ik vond het ook erg leuk.